Is dit over en uit? Nou, theoretisch nog niet volgens mij. Maar als je nog niet hebt gewonnen, je verliest nu van een directe concurrent, dan is dit een hele harde klap. Ja, dit is een hele rare wedstrijd. Want de eerste drie mogelijkheden in aanvallend opzicht waren voor jullie deze wedstrijd. Ik denk dat we goed begonnen. Het waren niet echt hele grote kansen. Maar ja, als je daar eentje van inschiet, dan weet je dat dat heel belangrijk is. En dat je de tegenstander een klap geeft. En volgens mij de eerste beste hun kans, die vliegt erin. Ja, en wat gebeurt er dan met jullie als ploeg? Ja, we krijgen natuurlijk wel een mentale tik. Ik denk dat wij wel betere van het spel hadden. Het was wel een rommelige wedstrijd. Maar als je dan vlak voor rust 1-0 achterkomt, ja, dan doet dat pijn. En dan probeer je het in de rust nog te herstellen. Maar ja, als je dan na 3-4 minuten balverlies leidt, de eerste beste kans weer een goal is, ja, dan is het wel heel lastig dat je daar nog overheen komt. Hoe komt dat dat dan meteen na rust helemaal fout gaat met jullie? Ja, zoals ik zeg, volgens mij risico op het middenveld, mannetje passeren, terwijl we met veel mensen voor de bal staan. En dan is het direct gevaarlijk 1 tegen 1 of 2 tegen 2. Ja, en dan maakt ze dat ook nog dodelijk af. Ja, ik vraag me af of je over een betere ploeg kan praten. Want volgens mij heeft de angst en de nervositeit misschien wel de hoofdrol gespeeld vandaag in deze wedstrijd. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we beide niet durfden op te bouwen. We wisten allebei dat het een hele belangrijke wedstrijd was. En dan misschien neem je dan toch iets minder risico. En dat heeft voor ons verkeerd uitgepakt. Ik weet dat er nog 42 punten te halen zijn. Nou zullen jullie ze niet alle 42 halen, maar hoeveel hoop je er nog te halen? Genoeg om in ieder geval in eerste instantie direct degradatie te voorkomen. Dus volgens mij is dat nu Willem II. Ja, dus daar moeten wij op jagen. En we hebben nog 14 wedstrijden, zei je? Ja. We hebben nog 14 wedstrijden voor en daar moeten we naar volle bak voor gaan. Misschien, en dat is misschien de hoop die ik je meegeef, werkt het wel bevrijdend. Dat jullie nu zo'n achterstand hebben dat je een keer vrijuit kan voetballen. Ja, ik hoop dat je dat heel goed hebt gezien en dat we dat gaan doen. Heel veel sterkte en succes. Dankjewel.